16 maart, althans 14, 15, 16 maart verkiezingen. Ja. Zal er een grote verschuiving komen in de gemeente Stedenbroek? Ik weet het niet. Er komen een aantal nieuwe partijen, geloof ik, hè? De SP doet mee, volgens mij. En ELS doet mee. Nou, jullie doen voor het eerst mee, hè? Dat klopt, Bert. Ja, en wat zijn de verwachtingen? Nou, kijk, we rekenen toch minstens op 2 zetels. En dan mikken we misschien wat hoog, maar niet geschoten is altijd mis. Bij de laatste Tweede Kamerkiezingen waren er 901 stemmers voor de SP. Nou, jullie doen hier nu voor het eerst mee. Zou je denken van, ik wil eigenlijk wel toch meer zetels halen dan 2? Dat zou altijd fijn zijn natuurlijk. Maar ja, omdat we ook voor het eerst meedoen, hè, we moeten ons natuurlijk ook een beetje in de markt spelen. Dus dat betekent dat we het eigenlijk ook gewoon maar even moeten afwachten. We doen ons best. En zoals je hier ziet, zijn we hard bezig voor de campagne. En laten we gewoon op het beste hopen. Maar de kracht van de SP is ook na de verkiezingen dat jullie hier staan. Ja, juist. Dit is ook niet een bijzondere activiteit. Dat maakt het ook niet extra druk voor ons. En de SP is eigenlijk altijd op straat te vinden. En dat is ook waar mensen ons van kunnen kennen, van onze acties. Er is een afdrachtregeling bij de SP. Hoe zit dat eigenlijk? De solidariteitsregeling. Ja, dat is een regeling waarbij alle raadsleden krijgen een vergoeding. En dat is al met al een aanzienlijk bedrag. En bij de SP zeggen we, het werk in de raad, dat doen we eigenlijk vrijwillig. We moeten net zoveel tijd besteden in de raad als op de straat. En omdat we vinden dat we het ook op vrijwillige basis moeten doen, voor de bevolking, vinden we ook dat we daar niet een hoge vergoeding voor mogen opstrijken. Dus dat betekent dat de vergoeding die we vanuit de gemeente krijgen, die dragen wij af aan de partijkas. En daarvan organiseren wij prachtige acties. Het is eigenlijk het idealisme van een SP'er. Als SP kennen we drie waarden. Hè, menselijke kernwaarden, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Ja, en voor mezelf legde ik eigenlijk alles al langs die meetlat. En dat is precies wat de SP doet. Ja, je hebt hier een ons cultuur, hè, in de gemeente Stedenbroek. Hoe willen jullie dat doorbreken? Nou, zelf kom ik hier vandaan, geboren en getogen. Geboren in Plan Zuid. En op dit moment woon ik met mijn gezin in de wijk Prinsenhof. En dus in die zin ben ik lokaal product. Aan de andere kant, we hebben nu heel veel leden die hier vandaan komen. En dat is ook eigenlijk het netwerk dat we aanboren. En zo spreekt het zich steeds verder rond. Door onze acties, ook echt gericht op wat mensen hier belangrijk vinden, ja, spelen we onszelf automatisch meer in de kijker. Waar wil je voor gaan strijden hier in Stedenbroek? Hier in Stedenbroek is het vooral heel erg belangrijk dat de buurthuizen terugkomen. Als centrale functie, alles is nu gecentraliseerd. Jeugdbuurthuizen? Buurthuizen met een algemene buurtfunctie. Zowel voor ouderen als voor jongeren. Als misschien wel een centrale post voor de wijkzorg, de wijkagent of BOA. Dat is op basis van waar misschien ook wel de behoefte ligt. Maar wat vooral belangrijk is, heel veel functies zijn gecentraliseerd hier bij het Streekhof waar we nu staan. En dat is eigenlijk wat heel mooi lijkt, maar dat betekent wel dat er een verarming van de sociale samenhang in de wijken ontstaat, waardoor onveiligheid toeneemt. Op de Overstort hebben we een probleem met de handhaving van de 30-kilometer-zone. En dat is ook waar we ons voor inzetten. Handhaving van de 30-kilometer-zone, maar ook uitbreiding op gevaarlijke punten. We kennen natuurlijk gewoon ook het verkeersbeleid. En daarin kunnen we natuurlijk wel aanpassingen doen, ook aan de openbare weg. We zijn wel blij waarschijnlijk dat de PVV en Forum voor Democratie niet meedoen. Want dat zijn misschien potentiële stemmers voor de SP. Nou, dat zou mogelijk kunnen, ja. Ja, absoluut. Kijk, en daar zijn wij ook eigenlijk een hele goede partij voor, hè. Je hebt veel te maken met polarisatie, we zien het in Den Haag. Maar dat speelt natuurlijk lokaal ook. En nou, bijvoorbeeld de woningbouw. Moet je dan denken aan sociale woningbouw of sociale koopwoningbouw? Nou, waar je per definitie naar moet kijken is, hè, er is een behoefte aan een uitbreiding van de sociale woningbouw. Maar dan moet je ook gaan kijken naar de verkoop van sociale huurwoningen. Want dat is natuurlijk ook aan de orde van de dag.
Je vraagt of er plek is. Ja, ruimte is altijd een issue. En daar kunnen we kort en lang discussie over voeren. Maar wat vooral belangrijk is, kijken naar de mogelijkheden. En die zijn er in Stedenbroek. Want in plaats van onwijd kunnen we ook omhoog. En dat is eigenlijk waar we in de eerste instantie ook voor kiezen als het gaat om korte termijn oplossingen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor dat er betaalbare koopwoningen gerealiseerd worden. En gemeleerde wijken, sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen. Zodat ook de loodgieter zijn eerste huis kan kopen zonder dat hij zich torenhoog in de schulden hoeft te werken. En de dure huizen, die zijn er al natuurlijk. Want die worden op dit moment hiernaast ook gebouwd. Nou, wilden ze de Kloet gaan vernieuwen? Hoe denkt de SP daarover? De Kloet willen ze renoveren. Wij willen dat gewoon in het dorp houden. We willen dat niet ergens buiten het dorp. En we zijn een vrij grote gemeente. Het is belangrijk dat de Kloet de functie van sportlocatie, maar ook van zwembad behoudt. Want ook zwemles is belangrijk voor kinderen. Openbaar vervoer en de wegencultuur hier, de structuur. Bijvoorbeeld het verdubbelen van de sporen. Wij zijn voor het verdubbelen van het spoor. Hè. We horen het regelmatig ook in de trein als we dat zitten. En dan moeten we even wachten voor een rood sein. En dan benoemen ze ook altijd, er ligt hier enkel spoor. En dat is lastig, betekent dat we moeten wachten en vertraging hebben. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. We zijn een grote gemeente, dubbelspoor kan prima. Daarnaast willen we ook gewoon toegankelijk openbaar vervoer. Alleen gaan wij daar niet over als gemeente. Maar we kunnen natuurlijk wel behoeften peilen. Als er een mogelijkheid is om mee te doen met het college, doen jullie dan mee? Onze voorkeur gaat er naar uit om in de oppositie te zitten. En daar kiezen we voor omdat we voor de eerste keer meedoen. En dat betekent dat we eerst ook moeten bouwen. Bouwen aan een sterke fractie. En moeten gaan kijken op welke manier we impact kunnen genereren. We kunnen 4 jaar in de coalitie gaan zitten, maar misschien heel weinig bereiken. We kunnen 4 jaar aan de andere kant staan. En misschien op 1 onderwerp fantastische impact maken. Maar dan hebben we wel onszelf op de kaart gezet. En iets kunnen doen voor de mensen in de gemeente. Heet Angijzer is de jeugdzorg. Jaren 5 geleden is de jeugdzorg overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Hoe steken jullie daarin? Nou, dat is natuurlijk, dat zijn belachelijke regelingen. Het kost handenvol geld en er komt heel weinig voor terug. Daarnaast is het zo dat ook zeker de komende jaren er steeds minder budget naar de jeugdzorg gaat. Soms wordt er gezegd van er komt ook wel geld bij, maar dat moet allemaal uit andere potjes komen. En als je dan kijkt naar de kwaliteit van de hulpverlening 1-op-1, dan schiet dat ernstig tekort. Waar wij voor zijn is een goed georganiseerde jeugdzorg. Binnen de mogelijkheden, want we weten het kost geld. Maar we weten ook dat als je dat goed inzet, dat het zich ook 3-dubbel binnen onze samenleving uitbetaalt. Dus we zijn vooral voor goede jeugdzorg, voor contracten met een enkele of twee binnen de gemeente gebonden aanbieders. Waardoor je ook gewoon afspraken kunt maken over de kwaliteit van zorg. Je kunt het beter bewaken, maar ook over de kosten. Wat zijn de speerpunten van de SP hier in de gemeente Stedenbroek? Speerpunten zijn de punten waarmee we ons verkiezingsprogramma openen. Het buurthuis terug in de wijk Prinsensluis. Een veilige 30 kilometer zone in de wijk Overstort, of in de straat Overstort. Meer wonen, betaalbaar. En dat zijn onze belangrijkste onderwerpen.